Hey hallo, welkom weer terug bij een nieuwe video op de kanaal. Vandaag spelen wij weer lekker een Million C Hamburg. En deze Mercedes G-klasse lijkt wanted. Dus laten we even kijken. FQ 5 sterren wanted level. Ik ben bang dat wij gelijk in de eerste 30 seconden van deze video hier achteraan gaan. Oké, we zijn de grijze G-klasse kwijt helaas. Ik heb ook nog eventjes rondgekeken. Maar helaas hebben wij hem niet meer kunnen lokaliseren. Dus door de aflevering heen zullen we hem hopelijk nog tegenkomen. En hem dan ook misschien kunnen aanhouden. Maar hier is... oh joh. Daar komen ze met een, vanuit een S-klasse binnenkakken. Nee, nee, nee. Liebe nicht. Even kijken. Hop. Hop, gelijk schieten, gelijk vuren. Laten wij een backup vragen. Hop, hop. En ja, dat wordt hem natuurlijk niet. Dat wordt hem natuurlijk niet. Het is ook met een knuppel gelijk. Word je toch helemaal gek van. Hoppa, eentje neer, eentje neer. Lekker, lekker, lekker. Ik wil eigenlijk een koekje eten, maar dat wordt hem niet. Ja, laten we erop ingaan. Laten we dichterbij gaan. Dat lijkt me een goede zet. Want die persoon wordt nu ook al hop. En ja, en ze gaan hem nu proberen te helpen waarschijnlijk. Even kijken. Nee, dat doen ze niet. Oké, goed. Nee, wordt dit nou een gevalletje corruptie? Nee, toch? Nee, toch? Even kijken. Hij stapt weer in die auto. Hij stapt weer in die auto. En ik ben neer. Kaksoi. Dat vind ik een beetje jammer. Die ambulance die gaat mij waarschijnlijk niet helpen. Dus ik ga gelijk alvast de alt erbij bellen. Oké, ja, ja. Ik ben al geholpen. En mijn alt die zat nog niet eens in het spelletje. Dat vind ik even mooi. Hebben wij hem? Nee, mijn collega heeft hem. En die ander die lieft. Oké, maar van wie is deze auto dan? Even kijken, wie komt er langs? UW, dat is TPS, dat is die gast die nu is aangehouden, oké. Dus dan hebben we die allebei, dan ga ik even ervoor zorgen dat mijn alt functioneert als ziekenwagen die ik bij de hand heb. En dan komt alles helemaal goed. One eternity later. En de boot wordt overvallen, ik denk dat deze persoon, ja deze heeft wel 5 keer containerroof. En... er zijn maar 2 containers, dus dat betekent dat hij ja, dat misschien wel zou hebben kunnen overvallen ditmaal. Dus laten wij er even snel naartoe gaan. Later. Ja, we weten het zeker, want hij heeft hem nog een keer overvallen en nu staat er 6 keer container op. Dus het is zeer zeker de G-klasse en het is de die container waar hij nu in zit. Even kijken. Heb jij... ja, hij heeft inderdaad een vuurwapen. Oeh, ik heb superveel geluk dat ik net op tijd ben ingestapt. Even kijken welke kant gaat hij oprijden. Want we hebben lekker bandjes bij hem en dan gaan we achter hem aan. Oeh, dit ging heel erg simpel. En hij is geliefd. Even kijken. Goed verhaal.
Nou, dan hebben we in ieder geval de persoon met 5 sterren, om het zo maar even simpel te noemen, aangehouden. Ook al is hij geliefd, maar we hebben er wel XP voor gekregen. We hebben hem gestopstikt en we hebben hem neergeschoten. Dus ik vind gewoon, wij hebben hem gepakt. Weet je, daar blijft het bij. Wij gaan de auto repareren, we gaan even in het ziekenhuis liggen. En dan komt het helemaal goed, denk ik. 12 seconds later. Even kijken, Ares Vuur wordt overvallen, krijgen wij zojuist een melding van. En dat is een corrupt... Is het corrupt? Igniewijs. Je zou bijna denken van wel. Hij heeft geloof ik ook het geld niet opgepakt. Dus even kijken. Dus het zou kunnen zijn dat het een corrupte agent is. Igniewijs. Hij staat nu wel op de plek waar een dealer kan zijn. Dus het zou zomaar een corrupte agent kunnen zijn. Zeker weten we het niet. Mogelijkheid. Is er zeker wel. Dus laten we hier eventjes gaan kijken. Dat zou wel pijnlijk zijn als dit... Nee, er staat ook geen... weet het? En hij gaat rijden nu. Dan heb ik nog steeds... Eigenlijk ja, heb ik nog... Nee, we gaan er gewoon achteraan, weet je. We gaan er gewoon achteraan. We moeten het zeker weten. Hoppa, en dat was de grootste fout die hij heeft gemaakt vandaag. Ja hoor. En we gaan hem mooi in de auto stoppen. Want mijn ambulance collega, oftewel mijn alt, die zit er natuurlijk ook nog in. En we hebben hem gewoon. Het heeft veel te lang geduurd. En ik ga deze persoon nu ook niet rapporteren voor teamen, want we hebben hem gewoon gepakt. Maar je bent pas echt een teamer als je het ook voor elkaar krijgt om te lieven zonder hem in de gevangenis te krijgen. Dat je gewoon... Eigenlijk een soort van admin speelt, zeg maar. Dat je gewoon, ze hebben hem niet kunnen pakken. Ze hebben eigenlijk geen achtervolging kunnen hebben. Ze weten misschien niet eens wat onze usernames zijn. En we hebben hem in de gevangenis gekregen. Dan ben je echt een vieze teamer. Maar dan ben je ook pas echt het niveau teamer dat ik hem zou rapporteren. En ja, we hebben ze hem gewoon gepakt. Ze reden naar Passat. Ik weet niet, ik kan niet zien hoe lang jij al dit spel speelt, toch? Dat kan ik niet zien, QWE. Nee, dat kan ik niet zien. Wat ik wel kan zien is dat je 4 sterren hebt. En 4 sterren leveren mij lekker wat XP op. En aangezien deze video nu waarschijnlijk op dit moment heel erg kort is. Aangezien er alleen maar achtervolging is geweest van een corrupte agent.
en achtervolging is geweest van een G-klasse, ga ik mijn auto repareren. Ga ik naar het ziekenhuis en dan gaan we lekker daarna naar de eerstvolgende melding. 2000 years later. Oké, jullie hebben het. Kun je zien hoe vreselijk die aderkoter was. Oh, wat een pijn. Wat een pijn. En nog eens wat een pijn. Dit was echt zo erg. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Even kijken. Dit meneer van TBA, dat zal ook wel een gang zijn. Die heeft hier zojuist koekjes gestolen. Dus we gaan even de achtervolging op hem inzetten. Zo, hoppa, die is geliefd in de, teaser on top, haha. Ik weet niet wat deze gast aan het babbelen is. Het slaat compleet nergens op, maar wij gaan hem even lekker naar de gevangenis toe brengen. Deze nerd met zijn kom 1v1, no teaser. Nee, het is een taser, maar als je het niet eens goed kan uitspreken, dan ben je waarschijnlijk te jong voor dit fucking spel, want heel Roblox is 8 of 12 plus of zo. Dus ik wens hem heel veel succes met zijn leven. Lekker verslaafd zijn aan Roblox, lekker verslaafd zijn aan Brawl Stars. En in München-Hamburg gaat hij lekker de gevangenis. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij was geliefd, want dan had hij nog wel lekker wat langer gevangenisstraf gekregen. Maar dat heeft hij niet, dus dat levert ons weer 50 XP op. Ik ben helemaal tevreden. Ben jij dat nou ook? Dan zou ik zeggen, abonneer dan zeker. En dan zie je graag morgen maar alvast terug bij een nieuwe video op het kanaal.